Ik ben Emily. En ik ben Danny. We zijn dit keer in de Zaanstreek en we duiken in de wereld van... chocola! Hoe komt het dat chocola van een bepaald merk steeds dezelfde smaak? Ja, hoe krijgt ze precies dezelfde smaak in een reep? Dat gaan we uitzoeken. Yeah! Woo! Wow! Welkom jongens, welkom in de fabriek. Hallo. Wat leuk dat jullie er zijn. Hoe krijgen jullie precies dezelfde smaak in een reep? Nou, dan ga ik jullie eens even uitleggen hoe je hier chocola maakt. Daar heb je natuurlijk grondstoffen voor nodig en je hebt er machines voor nodig. Het begint natuurlijk met cacaobonen, die moet je goed roosten. En als je die goed roost, dan krijg je een hele lekkere reep chocola. Loop maar even mee, dan laat ik het je zien. Hier hebben we de rooster. Kijk, dat zijn de cacaobonen. Deze zijn nog niet geroost. Zie je dat? Je mag je wel even voelen als je wil. Je mag wel eentje vastpakken. Wat we in deze machine doen, de cacaobonen gooien we aan de bovenkant erin. En die vallen telkens een treetje naar beneden. Totdat ze in de la onderuit komen. En dan gaat de hete lucht gaat zo omhoog. En die roost de cacaobonen. En dan krijg je de smaak. En hoe heet ze daarbinnen? Daarbinnen, die lucht die gaat er wel in met 180 graden. En als dan die cacaobonen eruit komen, zijn ze 130 graden warm. En nou zie je al, er zit nog een schilletje om die cacaobonen heen. En dat schilletje, dat moet er ook af. Deze machine, die breekt de bonen en de nips. Die schilletjes, die zuigt die eruit. Die gaan zo aan de achterkant eruit. En de nips, die komen hier, komen tevoorschijn. En deze machine, die breekt de nips in stukjes. Hier gaan dan de nips in. En als je erin kijkt... Een groot mes. Een groot mes. Dat draait heel hard rond. En die breekt al die nips tot massa. Dat wil je proeven? Dat zou wel heel graag. Dat is echt. Ja. Proef maar eens. Dit is nou cacaomassa, het belangrijkste onderdeel van de chocola. Mm. En wat vind je ervan? Het is helemaal niet zo lekker. Waar smaakte het naar, Emily? Geen chocola in ieder geval. Want wat heb je nog meer nodig voor chocola? Suiker. Suiker en melkpoeder, kijk. Deze machine, als je dan de suiker en de melkpoeder en de cacaomassa bij elkaar hebt, dan gaat deze machine die maakt een fijne chocola van, dat je geen stukjes meer proeft. Dus elke keer als je de juiste hoeveelheden toevoegt, wel dat soort dingen, krijg je elke keer weer de juiste dezelfde smaak? Ja, als je dezelfde machine gebruikt met dezelfde instellingen en dezelfde grondstoffen en dezelfde receptuur, dan krijg je telkens dezelfde reep chocola. Elk merk chocola heeft dus ook een iets anders recept. Ja, iedere merk heeft zijn eigen recept. Dus zijn eigen instelling, zijn eigen samenstelling van suiker en melkpoeder. Wil je het eens proberen? Ja, je eigen chocola maken. Natuurlijk. Wat doe je het eerst in de cacaomassa, cacaoboter, suiker en melkpoeder? Dus wil je veel massa, wil je weinig massa, wil je veel boter, wil je weinig boter? Nou, heel goed. Oké, en dan? En dan doe je er een beetje suiker bij. Ja, en nu ga je even proeven. En dan zeg je, hé, ik wil wat meer melk, of wat meer suiker, of wat meer massa. Laat het alsjeblieft beter zijn. En, nou, je bent nu je eigen chocoladereep aan het maken. Nou, ik proef de klontjes. Ja, dat klopt. Hij is nog niet door de kogelmolen geweest. Dus dit is een kleine kogelmolen. En hier zitten allemaal hele kleine kogeltjes in. Die draaien rond en als je hier de chocola bij gooit, dan worden die suiker en die melkpoederdeeltjes, die worden zo vermalen tussen de kogeltjes. En nu is hij klaar om te eten. Maak maar open, we hebben pure chocolade en melkchocolade. En dan kun je met een lepeltje even proeven. Oh, dit is echt wel vloeibaar. Ja. Ook wel plakkerig. En wat vind je ervan, Danny? Wel lekker. Dit is wel gewoon normaal. Lijkt het een beetje op jullie chocola? Ja. Nee. Nou, en dan die vloeibare chocolade, die moet je dan nog in een vormpje doen om er een reep van te maken. Nou, we hebben echt heel veel geleerd. Nou, mooi zo. Ah. En jullie nemen die chocolade mee? Lekker ja, voor onderweg. Lekker snoepen, jongens. Hey. Doei. Tot ziens. Oké, dus zo kun je heel precies de smaak van chocolade bepalen. Hoe lang je roostert, hoe fijn de cacao maalt, hoeveel suiker en boter erbij gaat en hoe goed je dat weer mengt. Dat moet je heel precies instellen. En daar heb je leuke machines voor. En mensen, want die bedienen de machines. Dus als je dat precies instelt, die machines, krijg je steeds dezelfde goede smaak. En dat noemen ze procestechniek. Wat denk jij dat dit voor wereld is? Ik denk van voeding en natuur. En van productie en wereldhandel.
Wat denk jij? Denk je dat chocola in nog meer werelden zit? Oké, hoe krijg je steeds precies die lekkere smaak? Dat gaan wij proberen. We gaan een recept bedenken voor jouw lekkerste chocolademelk. Begin met cacao, suiker en melk en meng dat goed door totdat je de lekkere smaak krijgt die jij het lekkerste vindt. Maar nu wordt het lastig. Ja, want wat moet je doen om ervoor te zorgen dat je steeds weer die lekkere smaak krijgt? Laat me zien. Als je dat dus eigenlijk kunt, dan werk je dus met procestechniek. Succes!